Bij Tata Steel maken we honderden verschillende soorten staal. Dit doen we al 100 jaar, maar het kan natuurlijk altijd beter. Help jij ons mee met het volgende vraagstuk? Hoe bereken je de temperatuur van een staalplak? Vloeibaar staal wordt gegoten tot een plak. Deze plak is dan 800 graden. Vervolgens wordt de plak verwalst bij een temperatuur van 1200 graden. De plakken liggen buiten en koelen langzaam af. Daarom moeten ze weer opgewarmd worden in de oven. Op het moment van plannen weten we niet wat de temperatuur is van iedere individuele plak. Daarom liggen warme en koude plakken door elkaar in de oven. En de koudste plak bepaalt de tempo van de oven. Als we nou van iedere plak de actuele temperatuur weten, dan kunnen we de warme plakken eerder en gezamenlijk in de oven stoppen. Dit scheelt opwarmtijd, daardoor productietijd en CO2. Om dat te bereiken willen we een model maken, zodat we op elk moment van elke plak weten hoe warm deze is. Dat zou uniek zijn in de staalindustrie. En dat is niet zonder reden. Want deze plakken liggen buiten. In de wind! In de regen. In de zon. In de sneeuw. Op elkaar. In de lucht. Of naast een band. En al deze duizenden plakken hebben een eigen verhaal. Hoe krijgen we dit allemaal in een real-time model? Om die noot te kraken zoeken we 3 topstudenten. Bij Tata Steel knippen we dit probleem op en gaan we te lijf volgens onze SWAT-methode. Agile procesontwikkeling in de zware industrie. Elk teamlid krijgt zijn eigen taak. Maar we zitten samen naast de plakken in de fabriek. We houden elkaar dagelijks op de hoogte van de voortgang en helpen elkaar daar waar nodig. Een enorm energieke aanpak waarmee we hier al veel succes geboekt hebben. Dus jouw bijdrage gaat tonnen CO2 en productiviteit schelen. Terwijl je leert werken op de manier zoals wij dat doen bij Tata Steel.